Dreigende luchten boven Paleis Het Loo in Apeldoorn. Maar als de voorspellingen kloppen, dan zouden we het droog moeten houden op een paar druppeltjes na vandaag. Goedemiddag en welkom vanuit Apeldoorn. Een plek die de laatste tijd nogal in het nieuws is en ook vandaag. Want in de voortuin van Paleis Het Loo, waar ik nu sta, begint zometeen het Grand Défilé. Ter ere van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden. Het Grand Défilé is tegelijk een koninklijk défilé, want prinses Beatrix is er zometeen bij. Prinses Margriet is er en ook Pieter van Vollenhoven. En die zijn natuurlijk niet alleen, want naar schatting zullen er langs de route die Apeldoorn ingaat 100.000 mensen op de been zijn om dat défilé te volgen. En we zijn begonnen. Dit is een Douglas DC-3, helemaal in de kleuren van de Nationale Luchtvaartmaatschappij. Gebouwd in 1944 en speelde een belangrijke rol in de Tweede Wereldoorlog bij D-Day onder andere en bij operatie Market Garden. In Nederland was dat natuurlijk. Het was eigendom van Prins Bernhard en heeft de registratie PHPBA, Papa Hotel Prins Bernhard Alpha. De Douglas DC-3 werkpaard van veel luchtvaartmaatschappijen over de hele wereld. Dus speuren we de lucht boven Paleis Het Loo nog verder af. Meer zien aankomen. Je ziet die wolken hangen, maar voorlopig is het op een drupje na nog droog. Hier zijn we de gilden van Sint Laurentius en Sint Gangulfus. Bestaande schuttersgilden uit Huissen, provincie Gelderland. Gilden die vroeger een militaire functie hadden, de stad beschermden. Maar tegenwoordig vooral de traditie van broederschap in stand houden. Sint Gangulfus is in het rood, Sint Laurentius in het blauw. Ze gaan daar voor de VIP-tribune voor het koninklijk gezelschap langs. En dan is het, u heeft het net gezien op het kaartje, een route van 5 kilometer. Maar recht de stad Apeldoorn in, een rondje rond het Oranje Park en dan weer terug richting Paleis Het Loo. Ook niet mis dus. Veel plezier zometeen en vanuit Apeldoorn wens ik u een hele goede middag.